Hey, welkom terug bij Prison Architect. Dit is deel 2 en zoals je ziet, vandaag gaan we twee bewakers inhuren, twee chefkoks inhuren en over 4 uur komen onze gevangenen binnen. Nou zie ik hier, stroom die is aan het pieken. Wat doen we hieraan? We plaatsen een extra condensator, zoals ik al had uitgelegd. We plaatsen zelfs twee. Als het goed is, komen er hier dan extra balkjes bij. En dit houdt in dat hij meer kan hebben en de stroom er minder snel uitklapt. Nou, het enige wat we nog willen natuurlijk is dit moet worden opgeruimd. Dus daarvoor zal ik. We gaan ook nieuwe kantoortjes bouwen, denk ik. Excuses. Ik bouw hier even heel snel. Kamers is dit dat. Opslag. Waar heb ik die gelaten? Hier. Nou, zeggen we hier. Sla hier maar eventjes iets op. Nou, hier zijn ze dus dat ding aan het bijbouwen. Moeten we hier later moeten we nog wel een hek omheen bouwen. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Belangrijkste is, de gevangenen komen hier wel in. Maar ze komen er niet meer uit. Alles zit gevangen. Zie ik trouwens nog, ik wil hier een lampje hebben staan. Hier een lampje. Hier een lampje. Hier eentje. Hier eentje. Daar hadden ze ook gekund. Maar dat maakt niet uit. Nou. Bouw die lampen. Wil ik hier even heel snel een paar betonnen tegeltjes aanleggen. Want het is ook zo zonde als ze telkens door de modder moeten lopen. Hè? Die mannetjes en mijn bewakers wil ik ook niet door de modder hebben lopen. En de stenen worden netjes weggebracht. Dit is mooi. Dit werkt. Keuken werkt. Nou. Gaan we eens eventjes snel kijken wat voor subsidies we nog hebben. Subsidies. Beloningen heet het hier. Administratieve taken. Twee kantoren, een opzichter, financiën vrijspelen en een boekhouder. Laten we hier maar voor gaan. Administratieve taken. Betekent dat ik mijn opslag ga moeten verplaatsen. Nou ja, dat zag ik al wel aankomen. Weet je wat? Opslag. Hier komt later de opslagzone, denk ik. En de werkkamer en dergelijke. Dus weet je wat? Maak hem hier. Zeg ik, dit gaat weg. Ja, sorry jongens. Maar dat wordt toch even verplaatsen. En dan nu, voordat we allemaal dingen gaan doen, gaan we eerst eens even plannen. Oké, we hebben hier dit hok. Dit is het totale hok. Dit is al gebouwd, dus dit hoeven we niet meer te bouwen. Dit hoeft er ook niet bij gebouwd te worden. Dit is 14 meter. Oké. Hier willen we hokjes in. Hokjes moeten minimaal 4 bij 4 meter zijn. Dacht ik. Dus. Dit zijn hokjes van 4 bij 4 meter, hè? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ze hebben niet gezegd dat er ook een gang in het midden moet. Dus als we nou hier een deur maken. Kan je hier de ene hok in, hier het andere kamertje in. En zo kan je gewoon telkens doorlopen. Lijkt mij prima. Eventueel hier. En dan bouwen we hier een uitgang naar buiten. Dan heeft deze, die heeft het minste geluk. Want hier komen natuurlijk de hele tijd de mensen door naar buiten. Maar misschien dat we die deur ook nog wel kunnen verplaatsen hier naartoe. We zien het wel. In ieder geval, ik ga een fundering laten bouwen. Gebouw met stenen. En bouw. Dit gaat gebouwd worden. En mijn gevangenen komen er zo ook aan. Maar ja, tegen de tijd dat die er zijn, huren we twee chefkoks in, huren we twee bewakers in. En dan gaat dat wel goed komen. Ja, alles is goed voorzien. Lichten staan hier netjes. Mooi, mooi. Hier kunnen ze lekker eten. Hokkie is gebouwd. Opslag. Ja, dit wordt gemaakt. Super jongens. Speed up the time. Ja, wou eens hem. Kunnen we nog eventjes snel voordat de gevangenen hier komen, nog eens even snel een paar hokjes erin bouwen. Moeten we met materialen deze muur bouwen. Deze muren kunnen alvast gebouwd worden. Ja, alles is netjes. Ja, dit komt echt heel mooi uit. Werkt echt super.
Ja, 14 klopt. 4, muur, 4, muur, 4. Ja. Laten we hier maar alvast een personeelsdeur inbouwen. Gaat daar ook geen gezeur om komen. Ja, en binnen een uur komen ze er al aan hoor. Dus dat gaat snel. Een kantoor. Hoeft niet afgesloten te zijn, dat ook nog. Dus dit mag gewoon een kantoor zijn. Dit mag gewoon een kantoor zijn. Dit wordt een kantoortje. Dit wordt een kantoortje. Beginnen we eens met 4 kantoren. Je moet in een bureau, een stoel, een documentenkabinet. En dat is het al. Dus een kantoorbureau. Zo, precies. Hier, doe maar. Stoeltje. En het documentenkabinet. Zetten we er meteen achter, kunnen ze er in één keer bij. Wel zo handig. Stoeltje. Kantoorbureau. Zo. Dan moet dit natuurlijk volledig symmetrisch. Dus aan de andere kant, aan de andere kant. Die aan de andere kant, die aan de andere kant. En nog 2 documentenbureautjes. Personeelsdeuren doen we maar telkens hier, 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 hier. En doen we hem hier tussen. Nee, doen we niet. Doen we niet. Is ook nergens voor nodig op dit moment. Laten we hier nog een stenen muurtje bouwen. Hier een stenen muurtje bouwen. En dan eventjes de rest van de planning weg laten halen. Deze hoeft niks. En dit is al een goed kantoor. Dus hier kunnen we inhuren onze opzichter. Zie ik dat de tijd best snel gaat. We moesten financiën vrij spelen. Dus laten we eens even kijken. Financiën vrij spelen. Kunnen we de boekhoudster inhuren. Ik kan mooi het kantoortje hiernaast krijgen dan. En hij is een lekker bakje koffie aan het drinken. Dat moet helemaal niet. Hij moest die boekhouder gaan vrijspelen. Ga eens heel hard nadenken. Hoe moet je een boekhouder aannemen? Oh, en we hebben 2 bewakers nodig. Bewaker 1 en bewaker 2. Dit zijn John en Henk. De bewakers. En dan hebben we hier... Kees en... Klazien. Nee, Klazien is een vrouwennaam. Kees en Berend. Kees en Berend zijn onze koks. En dan hebben we Henk en John, de bewakers. Maar die zijn ook al hard bezig. En wie komt daaraan? Oeh, daar komen allemaal gevangenissen aan. We hebben Christopher, Johnny, Benjamin, Matt, Felix, John. Hé, nog een John. Oh nee, die van ons is John. En dat is de bewaker. En John is de gevangene. Nou, ga ze snel pakken. Voordat ze weglopen. Snel, waar is de andere mannetje? Bewaker Henk, ga eens eventjes snel... Kan ik jou een naam geven? Nee, ah, zonde. Bewaker Henk, pak ze. Ja, doe maar. Goed zo, bewaker John. Oh, en dit is opzichter Olle. Daar zit geen stroom. Nu wel. Tenminste, nog niet, maar er wordt nog gemaakt. Waarom ziet dit er ineens zo... Oh, het is 5 graden. Oeh, koud. Koud, koud, koud. Oeh, dat denk ik maar aan het volgende. Het is koud, dus we hebben een radiator nodig. Waar bouwen we die radiator? Zet maar hier een radiatortje neer. Hier wil ik ook wel een radiatortje, want het is koud. Moet er op de radiator warm water worden aangesloten? Weet niet. Er zijn geen gevangenen aangewezen om in deze kantine te eten. Administratieve taken, die zijn we aan het doen. Gaan we een ziekenzaal bouwen. Onderhoud, dit kunnen we doen. Bezoekrecht, nou, dat is toch nog wel veel dingen. Beveiliging, dat hebben we ook nog wel nodig. Een werknemers... Laten we dat eens doen. Even een mooi werknemersruimtetje moeten we gaan bouwen binnenkort. Er is geen warm water. Oké. Dan gaan we dus nu zorgen dat we een boiler krijgen. Want anders hebben we geen warm water. Oké. Deze doen we aansluiten. Zullen we die binnen aansluiten?
Nee, hij moet ergens buiten. Of, ja, weet je wat? Die zetten we hier. Zo, warm water. Gaan we bouwen. Moeten we zeker zeggen, hier willen we zo die heet waterpijp, die willen we zo hier langs laten stromen. Dat ze lekker warm water hebben. Ja, zie je, hij wordt daar al gebouwd. Want hier binnenkort moet natuurlijk zo een hele grote poort komen. Moeten we daarvoor maar alvast eventjes een paar hekjes laten bouwen. Zo. Nee. Hier willen we hem. Hier en hier ook maar. Alhoewel, hier zit bezorgpunt. Hier bouwen we een hek, dan kunnen we zo meteen naar een speciale. Hier kunnen we dat bezoekers naar binnen kunnen en de auto's kunnen ook naar binnen, maar er kunnen geen gevangenen naar buiten. Dat is wel het belangrijkste natuurlijk. Oké, warm water. Oh ja, de douches moeten ook warm water hebben natuurlijk. En het is ook wel handig om als het goed. Kunnen we deze doortrekken? Zo. Geen idee of dat dit werkt hoor, maar. Anders wordt het ook zo brekoud. Is ook niet de bedoeling. Vind ik ook niet leuk voor die jongens hoor. Je zou maar de hele tijd in zo'n koud hok zitten. Nee. Vind ik niet fijn. Weet je wat? Leggen we hier nog eventjes een verwarming aan. Zit ik weer in de verkeerde te kijken, hè? Hiero komt hij te staan. Dan ga je deze snel aanleggen eventjes. Zou handig zijn. Zien hoe koud het hier is. Wat gaan ze allemaal doen? Ze gaan slapen. Kan ik dit aanpassen? Ze gaan lekker lang slapen. Ja, voor mij mogen ze nog wel iets langer slapen. En als ze wakker worden, gaan ze om 7 uur worden ze wakker. Dan gaan ze eerst eens lekker douchen. Dan gaan ze lekker 2 dagen eten. Dan gaan ze even luchten natuurlijk, want dat is ook nodig. Gaan ze dan eten? Dan weet je wat, ze hoeven niet eens opgesloten te worden. Ze krijgen gewoon vrije tijd. En dan gaan ze weer lekker vreten. Oh, doe mij ook zo'n gevangenis. Nou, bewaker Henk. Go. Oh, bewaker John, doe jij het? Ook goed. Ah, nou heeft hij de deur open gedaan. En dan hoeft het al niet eens meer. Even kijken. Is het hier lekker warm? Nee, ik wil niet. Ik wil. Hij doet dat niet. De radio. Oh, die moet nog aangesloten worden. Oh, deze moet nog gebouwd worden. Hier komen ze nieuwe uniformpjes brengen. Ook nodig. Oh, zij zitten lekker op het buitenterrein te spelen. Nou, jongens, mooi gewicht heffen. Lekker bellen met mama. Of je gaat lekker hier naartoe. Wat wil die? Warmte. Ik ben het helemaal met je eens. Warmte, warmte, warmte. Ja, het is hier zo koud. Ja, ik snap het. Het is 9 graden buiten. Kijk, ik moet echt stoppen met bouten zeggen. Dat klinkt zo verkeerd. Weg. Lamp, doe maar ontmantelen. Ik vind hier die niet hier mooi staan. Ik wil gewoon op mijn, hoe heet die ding? Radiator kunnen drukken. Als ik er zin in heb. Zo. Radiator. Waar zit dat dan? Waar kan ik zoeken of dat ze het lekker warm vinden of niet? Waar kan ik dat zien? Zou ik toch moeten weten, want ik speel het spel al lang. Maar ja, ik speel nog niet met dat je ook.
Clone? Nee. Zit het hier al ergens achter of zo? Ze willen. Oh, die willen ze allemaal weer dingen doen. Regime. Oké. Wie gaan we aannemen? Allemaal. Ja, dat kan wel. We moeten dus aan cellen gaan werken. Oké. Nee, dat duurt ook nog wel even een paar uur. Deze even aangesloten worden. Deze aangesloten worden. Hoe zit het met de warmte? Dat kan ik dus nog niet zien. Oké, raar. Raar. En allemaal gillende broertjes op de achtergrond. Wat erg. Schreeuwen. Misschien dat ze naar je luisteren. Oh ja, ik zal hier eventjes voor mijn grote vrienden een uitgangetje maken. Dan hoeven zij niet zo ver om te lopen de hele tijd. Nou, waarschijnlijk maakt niks uit. Hé, hey, maar wat als ik nou eventjes hier een hek omheen trek? Zo. En ze dan hier een personeelsdeur laat bouwen. En in het mooiste geval bouw ik hier ook nog een personeelsdeur. Deel. Dat gaat weer lekker. Ik kan echt alle woorden gewoon vloeiend, vlekkeloos, vloeibaar zelfs uitspreken. Vloeibaar een woord uitspreken. Blech. Komt dat hij er zo uitgespetterd. Nee, ik weet het. Ik ben echt niet goed bezig. Geef niet. Bewaker. John. Opruimen. Opruimen. Zo. Nee. Opruimen. Hoe lastig. Ik wil opgeruimd hebben. Yo, go. Ik wil dat je het opruimt. Ga je doen? Je loopt daar naartoe, maar dan doe je het niet. Nou, eten. Hé, dit gaat goed. Die chefkokjes, die hebben eten gemaakt. Nou, goed bezig. Kees en... Hoe heet jij? Etienne de chefkok. Etienne de chefkok. Dat vind ik mooi. We hebben al 90%. We moeten er nog een paar bewakers bij halen. Nou, laten we dat meteen doen. Yes, dan moeten we alleen nog een werknemersruimte gaan maken. Binnenkort. Hé, maar ze zijn lekker aan het vreten. Mooi. Nou, ik vind het helemaal mooi. En volgens mij vinden zij het ook mooi. Ja. Hé, hey, ding. Oh, die is bijna klaar. Kunnen we mevrouw de boekhouder aannemen? En dan kunnen we kijken wat we nog meer vrij gaan spelen. Onderhoud, denk ik. Gezondheid. En wat mag zij doen? Extra beloning mag zij vrij gaan spelen. Kan niet, want ik heb haar nog niet gekocht. Aangenomen. Gekocht. Ja, en ze is alweer bezig. Kan hij meteen verder gaan denken. En zij is ook aan het denken. Hoe kan ik nou een extra beloning aannemen? Ja, lastig is dat hoor. Echt heel lastig. Gaan we snel kijken. Voor een personeel. Gaat nou ook nog. Bah, het gaat ook nog regenen. Nou jongens, gaan jullie maar lekker tv kijken. Oh nee, we hebben geen tv. Lekker iets anders doen dan. Oh, ze zijn aan het eten. Ook goed. Personeelsruimte. Moet 4x4 meter zijn. Moet een sofa in. En een drinkautomaat. Weet je wat? Bouwen we die hier eventjes.
kunnen hem later altijd nog veranderen. Hier een mooie brede sofa, kunnen ze lekker op gaan chillen met hun billen. En dan de drankjesautomaat. Lekker veel colaatjes zuipen. Oh, en hij gaat even lekker uitrusten. Ja. En dan krijgen we alweer geld. Werkt toch mooi. Doe er maar die tijd iets omhoog. Drankjesautomaat. Hey, we hebben het gedaan. Nou, gaan we op zoek naar de volgende beloningen. Hey, we kunnen al veel meer. Taxatie. Mooi. Financiën, we maken winst. Beloningen. Je eerste cellenblok. Nou, weet je wat? Die gaan we doen. Gezond en welzijn, gevangenisonderhoud, bezoekers. Opleiding. Nou, weet je wat? We gaan voor gevangenisonderhoud. Dat is gewoon ook goed voor ons. Politiek. Psycholoog. Oh, dit zijn hun behoeften. Benodigdheden noemen ze het, maar dat zijn gewoon hun behoeften. Daar willen ze een psycholoog voor. Psycholoog, maar ik kon vroeger. Mijn broertjes die kunnen nog steeds niet normaal uitspreken. Maar dat is grappig. Gevangeniscijfers. Nul. Niks. Nee, niet in het hoofdmenu. Ja, nou gaat goed. We kunnen politiek rapport. Oh, dan kunnen we zelf dingen gaan doen. Nou, laten we eerst maar tuinonderhoud 2000. En nog een keer 2000 voor schoonmaak. Zo lastig is dat toch niet, meneertje onderhoud. Wat is daar nou weer lastig aan? Oeh, belasting ontduiken. 1% belasting. Voor 10.000 euro die je verdient, betaal je 100 euro. Dat moeten we hebben. Dat moeten wij hebben. En die uitbreiding, nou die gaan we nog niet nodig hebben. Maar ja, we moeten binnenkort dus ook met ons eerste cellenblok gaan beginnen. Kijk, dit is onze volledige gevangenis. Hier zitten de kantoortjes, hier is de receptie, hier komt later een grote opslagkamer. Maken we hier een mooi buitenterrein van. Wordt lekker groot, net zo groot als deze zaal. Hier komt de dure ingang met allemaal fancy dingen. De kantine kunnen we groter maken. De keuken kan altijd nog een stuk groter worden. Misschien dan wel helemaal verbouwen dat later wordt dit het schoollokaal of zo. En komt hier een gigantische keuken. En dan denk ik dat we hier maar aan cellenblok 1 beginnen. Dit wordt de hoofdgang. Die is mooi breed. Cellenblok 1 komt hier. Nou, dan ga ik hem even snel met jullie plannen. Hoe we dit gaan doen. De planning. Als we slim zijn, dan laten we... Nee, trouwens, het is niet nodig. Slim ben ik toch niet. Jawel, ben ik wel. Jij gaat weg. Jij wordt helemaal zo doorgetrokken. En een gevangenis, ik weet niet of dat jullie dat weten, maar die moet 2x3 blokjes breed zijn. Dus zo. Jij dan niet. Kijk, dit wordt die gevangenis. Maar nou wat ik hier zou kunnen doen, is bijvoorbeeld een douche maken. Zo, dan maken we hier een douche. Kunnen ze telkens... Kijk, dan zeggen we... Jongens, wakker worden. Douchen. Eten. Slim, toch? Moeten we nu alleen even na gaan denken. Hoeveel gevangenissen wil ik bouwen? Hoeveel cellen? Deze weg. Dat komt later allemaal wel. Nou, volgens mij zien jullie het idee. Voor de rest allemaal kopiëren, plakken, kopiëren, plakken. Deze lijn trekken we helemaal door. Als we hem hier ook trekken, kunnen we hem altijd nog later heel veel groter maken. Hoeveel gevangenisjes hebben we dan? Laten we eens even tellen. 1, 2, 3, 4.
Nou, we hebben 4 keer 4 is 16, 20 gevangenen. 20 gevangenen kunnen we hier in dit kleine blokje al vrij. Dan weet je wat? Dit gaan we volgende keer bouwen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Doe een like als je het leuk vond. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Laat in de reacties achter. Wat moet ik gaan doen met deze gevangenis? Ik ga het gewoon doen. Ik ga lekker verder spelen. Kijken. Waar zijn onze gevangenen? Ze hebben vrije tijd. Wat doen ze in hun vrije tijd? Zitten ze zeker lekker hier ook. Dit is bewaker Henk. Bewaker Henk, ga eens kijken. Wat zijn mijn gevangenen aan het doen? Ah, zie je hem. Die zitten lekker te chillen op de bank. En White gaat even schijten. Oh nee, hij heeft het over kleren terwijl hij op de wc zit. Dat kan ook. Bring, bring. Wat is hier nou weer gebeurd? Nou, in ieder geval. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik ga er vandoor. Tot ziens. Mazzel. Of yo.